Hallo meneer Tucker, bedankt dat u weer langs mocht komen. Meneer Tucker? Hallo? Nina? Meneer Tucker? Oh, u bent dus toch thuis? Ja. Het is me gelukt. Het is eindelijk af. Een chimera die de mensentaal kan verstaan. Moet je maar eens opletten. Hé, luister eens. Die persoon die daar staat heet Edward. Hij heet... Edward. Ja, precies. Dat is heel goed gedaan. Het is niet te geloven. Het kan echt praten. Ja, nu hoef ik me geen zorgen te maken dat ik mijn certificaat zal verliezen. Hij heet Edward. Hij heet Edward. Hij heet Edward. Grote broer Edward. Meneer Tucker, wanneer zei u dat u uw certificaat had gekregen? Eens denken, ongeveer 2 jaar geleden. En wanneer heeft uw vrouw u verlaten? Dat was 2 jaar geleden. Dan wil ik u nog 1 vraag stellen. Nina en Alexander. Waar zijn ze? Nieuwsgierige snothapen, daar heb ik zo'n hekel aan. Broer! Ik zie wat jij gedaan hebt! En dit is niet de eerste keer! 2 jaar geleden was het je vrouw! En deze keer heb je je eigen dochter en hond gebruikt om het praten de chimera te maken! Want er is ook maar zoveel dat je kunt doen met dierproeven! Als je echt iets wilt bereiken, heb je een mens nodig, nietwaar? Ik snap niet dat je zo overstuur bent! Zo boeken we vooruitgang! We experimenteren al jaren op mensen en dit is noodzakelijk. Iemand zoals jij moet dat toch ook wel weten? Hou je kop dicht! Denk je zomaar dat je hiermee kunt wegkomen? Hoe durf je? Het spelen met iemands leven, dat was je dochter! Spelen met iemands leven? Daar weet jij ook wel wat van, nietwaar? Kijk naar jezelf, Full Metal Alchemist. Kijk naar je been, je arm en je broertje. Deze dingen zijn toch ook het resultaat van het spelen met mensenlevens, of niet dan? Nee! We zijn hetzelfde. We zijn niet zo verschillend, jij en ik. Niet waar! Oh, maar jawel. We zagen onze kans schoon en we namen het. We deden het ook al wisten we dat het tegen de regels was. Nee! Ik niet! Alchemister! Doe dit niet! Ik ben niet zoals jij! Hoor. Als je zo doorgaat, vermoord je hem. Papa, pijn. Papa, heb je pijn? Het spijt me. Zelfs met onze krachten kunnen we je niet terug normaal maken. Het spijt me. Het spijt me zo. Spelletjes spelen, spelletjes spelen. Ik ben net op tijd. Ik zal weer een staatsalchemist zijn. Jij zou nooit staatsalchemist worden. Nooit niet! Spelletjes spelen.